Goedenavond, hartelijk welkom bij onze voorlichting voor VWO, gymnasium, TTO, Atheneum. Dat doen we live vanuit school. Ik sta hier in een lege aula. Gelukkig zijn er hier nog een paar leerlingen en een collega. Graag hadden we jullie ook gehad, jongens en meisjes van groep 8, die volgend jaar deze kant op hopen te komen. Dan kon je de vragen live stellen. Gelukkig kun je ze nu ook stellen. We hebben een chatfunctie op de site als je bij Amersfoort bent. Op de Van Lodestein site dan staat er rechts onderin een chatfunctie en dan kun je je vragen instellen. Ik zie ze hier dan binnenkomen en we proberen dan live antwoord te geven. Het kan zijn dat de leerlingen dat gaan doen of meneer Baron die hier ook is, die ook veel van weet. En dan proberen we je zo goed mogelijk te helpen. Je kunt de vraag ook mailen. Het kan ook zijn dat je natuurlijk een vraag hebt of dat je ouders een vraag hebben na vanavond. En dan kun je op het mailadres wat nu in beeld komt, kun je je vraag heen sturen. Dat komt bij mij binnen en dan hoop ik daar ook antwoord op te geven. Vorig jaar hadden wij een film gemaakt. En dat was het enige wat we toen hadden, dat was een TTO-film. Wellicht hebben een aantal van jullie die al gezien, misschien niet iedereen. Die film, die speel ik zo meteen eerst af. Daar komt een heleboel informatie naar voren over ons TTO-onderwijs, over ons gymnasiumonderwijs. Tegelijkertijd zeg ik aan de voorkant erbij, dit jaar zijn er een aantal veranderingen geweest. En daar hoop ik na de film dan ook over wat over te vertellen. En jongens en meisjes, als je goed oplet, na de film willen we je natuurlijk even testen. Heb je wel goed gekeken? Er komt een Kahoot. Dus bereid je voor, zoek een tablet op of een telefoon en zit klaar. Ik ga nu de film starten en dan kom ik na de film weer bij jullie terug. Goedenavond, ouders en leerlingen van groep 8. Hartelijk welkom bij het Van Lodestein College. Wij zouden u vanavond graag live ontmoeten hebben in onze mooie school, maar helaas kan dat niet, vandaar dat we doen middels deze voorlichtingsfilm. Deze film is bedoeld voor ouders en leerlingen die overwegen om gymnasium met TTO te gaan doen. Wat is gymnasium? En wat houdt TTO in? Mevrouw de Vries geeft antwoorden. Adaya, Annelie en Frederik interviewen meneer Baron, mevrouw de Vries, mevrouw van de Top. De laatste zal wat vertellen over het Engels in de TTO. Kortom, een hoop informatie. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond, dan kunt u die sturen naar het onderstaand mailadres en zullen wij u antwoord geven. Fijne avond. Mevrouw de Vries, bij de ingang van onze school hangt een bordje waarop TTO school staat. Wat houdt een TTO school in? Nou, dat bordje hebben wij gekregen van NUFIC, dat is de TTO-organisatie. En het houdt in dat wij officieel tweetalig onderwijs mogen geven. Nou, kun je ervoor kiezen om in de hele school, dus van 1 tot 6, VWO-TTO te geven, tweetalig onderwijs. Maar wij hebben ervoor gekozen om een TTO-juniorschool te zijn. En dus wij geven het alleen in gymnasium 1, 2 en 3. Om dat bordje te krijgen en te houden, moet je wel voldoen aan bepaalde eisen. Daarvoor is ook de functie TTO-coördinator een leefgroepen, dat ben ik nu. Ik moet ervoor zorgen dat wij al die eisen voldoen. Dus ik bezoek lessen, ik doe samen met meneer Baron, de internationaliseringscoördinator, kijken naar excursies, gastsprekers, openavonden, presentatieavonden, dat soort dingen. TTO is toch gewoon dat je les krijgt in het Engels? Nou, dat denken heel veel mensen, maar het is eigenlijk heel veel meer. In de eerste instantie had je TTO 1, zeg maar het originele TTO. Dat was inderdaad voornamelijk gericht op les krijgen in het Engels. Nu heb je TTO 2.0 en dat bestaat uit drie pijlers. De eerste is taalvaardigheid. Dat is dat je, zoals jullie weten, 50% van de lessen in het Engels krijgt. Dat je werkt aan een Cambridge-examen, dat je heel veel te maken hebt met Engels in alles wat je doet. De tweede is persoonlijke vorming. Denk aan de reflectieverslagen die je allemaal schrijft in je portfolio's.
de gastsprekers. Je bent constant bezig met eigenlijk jezelf ontwikkelen tot iemand die makkelijk buiten zijn comfortzone stapt. En de derde, dat is wereldburgerschap, en daar gaat meneer Baron jullie zo meteen het over vertellen. Hoi, even een telefoontje voor de presentatie van school. Ja, heb jij ideeën? Nou, dat is wel een beetje een probleem. Ja, maar je gebruikt allemaal Latijnse woorden. Die nieuwe leerlingen weten dat toch niet? Ja, nou, daarom moeten ze toch juist komen? Mevrouw De Vries gaf aan dat u iets kon vertellen over de pijler wereldburgerschap. Wat moeten we ons daarbij voorstellen als het gaat om TTO? Mooie vraag. Als TTO-leerling wordt er verwacht dat jij in een internationale en interculturele context je makkelijk weet te bewegen. En dat je je thuis voelt in de wereld. Wij als christenwereldburger hebben toch dat je als vreemdeling behoort te wandelen in deze wereld. Vandaar dat we liever spreken over to dialogue with the world. Je gaat een dialoog aan met de mensen om je heen. Dat doe je met de Bijbel, Gods woord, als uitgangspunt. En zo maak je met dat als uitgangspunt, bouw je een kritische houding op, maar wel met een open blik en betrokken op de wereld. Maakt het dat jij op deze manier zelfredzaam bent met je eigen opvattingen. En toch rekening houdt met de opvattingen in de andere culturen waar je mee te maken krijgt. Kunt u ons vertellen over hoe we dit binnen TTO-onderwijs terugzien? Binnen de TTO zie je dat terug in verschillende projecten die we hebben. Op school hebben we bijvoorbeeld de Travel Market, waarbij je landen presenteert aan de hand van verschillende dingen, adreskunde, met eten en zo. En we hebben een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. International Days doen we. Vorig jaar was bijvoorbeeld het thema Freedom. En dan kijken we van een wereldwijd thema, wat in verschillende culturen en verschillende landen toch weer een heel andere dimensie heeft. En vrijheid hier is anders dan vrijheid in India bijvoorbeeld. Nou, we doen ook uitwisselingsprojecten hebben we met een school in Detmold, de August Hermann Frank Schule. En in Israël gaan we naar Jeruzalem, naar een school en in Nazareth. En met die leerlingen, dus andere christenjongeren, heb je samenwerkingsprojecten en werk je aan een bepaald thema. Het is de bedoeling dat zij dan ook terugkomen om dan ook weer iets op te pakken met elkaar. Dat is allemaal mooi, maar er zit ook een kant aan van verslagen maken, alles netjes bijhouden. En het belangrijke daarvan is dat je gaat reflecteren, want dat is eigenlijk ook wel een doel. Leren reflecteren over wie ben ik en hoe sta ik in deze wereld en kijk ik naar andere culturen vanuit mijn opvatting. En als u eens activiteiten noemt die binnen TTO vallen met betrekking tot wereldburgerschap? Met betrekking tot wereldburgerschap noemde ik al die Travel Market die we doen. En ik noemde ook al het Europees Parlement. Nou ja, we gaan dus naar die school in Detmold. En als gymnasium, want we zijn ook een gymnasium, bezoeken we ook Trier. Om ook vanuit de vroege cultuur in het Latijn te kijken hoe dat is. Met de mogelijkheid in 6 VWO naar Rome te gaan. En we hebben dan, wat ik al noemde, de excursie Israël. Deze lineaal komt dus linea recta uit het Latijn, met een rechte lijn. Net zoals trouwens de namen van de meeste vakken op TTO. History. Biology. Geography. Physical education. Music. Economics. Mathematics. Physics. We are here with Mrs. Van der Top. We are going to interview her about English. What are the books we use for English? We use several books. We use 2 books per year. This for 1 VA. And these are the ones for 2. And then we have these for year 3. No. What is the difference between the 2 books? Well, I think I'll take the books for 1 VA, those are these books, and this book is a vocabulary book, so then you get more words, you really learn the words in context,
And this book is the book that focuses on skills and on grammar, and we use that for the rest. How do we use the books? Well, when we use the books, we really need this white booklet. And this booklet has a complete program in it called a planning guide. And there is a list in which you can see what you have to do per part of the year. We have three parts of the year. And then you do what you need. For the English vocabulary in use, you test. De film die stopt, dat zie ik. Dan gaan we verder, even zonder de film. Ik kan hem nu niet zo gauw opnieuw opstarten. Ik ben hier ook alleen voor en techniek en ik praat ook de boel aan elkaar. Dus we gaan het even zonder de film doen. Maar dat geeft niet, de meeste informatie hebben we wel gehad, want we waren een hele tijd over de helft. Ik heb van alles langs zien komen over excursies. Je hebt kunnen horen over een TTO-coördinator. Er is gesproken over Grieks, Latijn, de vakken van het gymnasium. Kortom, er is wel een hoop informatie binnengekomen. Af en toe zie je mij naar beneden kijken, want ik moet de computer ook even vertellen wat we daarna gaan doen. In het filmpje hebben jullie net Frederik gezien. En die is hier vanavond ook, samen met Joël. En meneer Baron, die hebben jullie ook gezien. En zij kunnen vragen beantwoorden die gesteld worden. Ik heb ze nog niet zien binnenkomen, dus als je vragen hebt, stel ze gerust via de website, via de chat of per mail. Mailadres heb je net kunnen zien. We gaan er antwoord op geven. Jongens, jullie zijn vorig jaar gestart in 1 TTO. Was dat, Joël, je niveau Engels, was dat niet heel pittig om te starten in de eerste klas? Ja, het is wel moeilijk, maar de meeste leraren starten ook meteen met Nederlands eerst. En dan gaan ze langzaam over in het Engels. Dus die overstap is in het begin wel moeilijk, maar het gaat wel. Hey, en Frederik, toen je hier op school kwam, toen kon je misschien een klein beetje Engels. En nu kun je nog net zo'n klein beetje Engels? Nou nee, het is er wel op vooruit gegaan, want je leert ook hoe zinstructuren in elkaar zitten. Dus je maakt ook meer logische zinnen. En je leert ook veel meer woorden Engels te spreken. Dus je hebt ook meer vermogen om veel meer Engels te spreken. En je spreekt ook dagelijks Engels in sommige lessen. Dus het gaat er zeker op vooruit. Mooi. Fijn om dat te horen. Meneer Baron, u bent er ook. Ja, we hebben net van alles gezien over excursies. Maar corona en excursies, dat gaat niet zo goed samen. Kunt u daar eens wat over zeggen, alvast? Ja, ik kan er best wel wat over zeggen. Ja, helaas, we hadden een hele mooie reis naar Israël in de planning staan die toen de tijd, toen corona voor het eerst kwam, 3 weken voordat we zouden gaan, gecanceld werd. Tot groot verdriet van degene die toen in klas 2 zaten. We hebben nog geen alternatief gevonden. We hoopten dat het wat snel voorbij zou gaan, maar dat doet het niet. En veel landen zijn voor veel mensen nog op slot. Dat wil zeggen dat de maatregelen die nodig zijn om naar een land te kunnen nog zodanig zijn dat het moeilijk is om erheen te reizen. Dus het is zoeken naar alternatieven. Wat wel in het vooruitzicht ligt, is dat een school uit Detmold, uit Duitsland, nog steeds in de planning staat om, juni, begin juni, bij ons op school te komen. Dus enige uitwisseling hebben we nog. Het andere internationale, dat hopen we volgende week nog te ontdekken. Dat is met een thema live bezig te zijn 2 dagen met elkaar. Dank u wel. Ondertussen zie ik op mijn laptop hier voor me dat er wat vragen binnenkomen in de chat. Heel fijn. Stuur ze vooral in. We gaan er antwoord op geven. Maar dat doen we nadat we de Kahoot quiz hebben gespeeld. Frederik en Joël zullen deze presenteren. Zorg dat je je telefoon bij de hand hebt of je tablet. Ik zal het beeld nu overzetten. Dan kun je de pincode intikken. En dan kunnen we met elkaar de Kahoot gaan spelen.
werknemers. Ga naar Kahoot IT. Kijk, daar komen we aan. Oh, dat loopt mooi door. Steeds meer namen binnenkomen. Prachtig. We wachten nog heel even om iedereen de kans te geven om mee te gaan doen. Nu kan het zijn dat er een vraag of een paar vragen bij zijn waarvan je zegt, hè, dat kan ik helemaal niet weten. Maar dat kan natuurlijk omdat de film net niet helemaal goed ging. Heb je misschien iets gemist? Nou ja, dan moet je maar een gok nemen en hopen dat je de goede gok neemt. We gaan beginnen. De eerste vraag. Waar zorgt een TTO-coördinator onder andere voor? 1. Dat iedereen Engels spreekt. 2. Engelse schoolreisjes. 3. Dat we aan de eisen voldoen. En 4. Lessen in Grieks en Latijn. Oké, nu staat Pipo Happy 37 bovenaan. Vraag 2. Wat voor TTO-school is het van Lodestein? Rood, de beste. Geel, een juniorschool. Blauw, een seniorschool. Of groen, een basic school. Het goede antwoord was geel. Oké, welke is geen van de drie pijlers van TTO? Persoonlijke vorming, wereldburgerschap, taalvaardigheid, culturele vorming. Het goede antwoord was culturele vorming. Sjaak staat nu bovenaan. Vraag 4. Waar zie je wereldburgerschap in terug? In de verschillende lessen, in de verschillende projecten, in de TTO-gesprekken of in de verschillende excursies? Het goede antwoord was in de verschillende projecten. Pipo Happy 19 is het meest geklommen. Gefeliciteerd. Wat is een travel market? Landen presenteren, een reisbureau, reizen naar de markt, reizen presenteren.
Het goede antwoord was landen presenteren. Sjaak staat nog steeds bovenaan. Welke plaats bezoeken we niet als excursie voor TTO? Brussel, Detmold, Trier of Londen? Het goede antwoord was Londen. Nou, gefeliciteerd Sjaak met je reeks van 6 goede antwoorden. Als gymnasium bezoeken we Rome, Parijs, Venetië of Trier. Het goede antwoord was Trier. Sjaak staat nog steeds bovenaan en Rachel is het meest geklommen. Welk boek gebruik je bij Engels TTO? Open World, Open Mind, Gold of World Perspective? Het goede antwoord was Open World. En Elisa is het meest geklommen. Goed gedaan. What advice did Mrs. van de Top give? Work hard. Work more than 2 hours per day. Work on your homework. Work on your skills. Work on your skills was the good answer. Sjaak staat nog steeds bovenaan. Goed gedaan. Volgende vraag. Naast taalvaardigheid is ... ook heel belangrijk. Motivatie, studievaardigheid, leesvaardigheid of organisatievaardigheid? Het goede antwoord was motivatie. En op de derde plek staat met 6 van de 10 antwoorden Boas. Gefeliciteerd. En op de tweede plek Pipo Happy 37. En op de eerste plek, Sjaak. Gefeliciteerd alle drie. Dat was de Kahoot quiz. Ondertussen heb ik een paar vragen in de chat gekregen. En één daarvan, daar begin ik eerst maar even mee. Wat is het verschil tussen TTO, Atheneum en Gymnasium. In het filmpje, en dan kom ik even terug bij de filmdeel wat jullie wel hebben gezien waarschijnlijk, is TTO betekent ook dat je Gymnasium doet. En als je geen TTO doet, dan doe je ook geen Gymnasium, maar dan doe je Atheneum. Simpel gezegd, als je in het Engels les krijgt, moet je ook Grieks en Latijn volgen. Of je krijgt alles in het Nederlands, Atheneum. Dat is de situatie die in het filmpje beschreven werd en zoals die was. Vanaf komend jaar gaan wij hier een verandering doorvoeren. Wij gaan namelijk het gymnasium, dus Grieks en Latijn, klassieke talen, en het TTO gaan we loskoppelen van elkaar. Dat betekent dat je wel kunt kiezen voor TTO met Latijn en Grieks, maar we gaan ook zorgen dat er de mogelijkheid is voor TTO zonder Latijn en Grieks. En andersom,
Nu heb je in het gewone VWO geen keus. Je kunt alleen maar gewoon VWO doen. Maar we willen ook de mogelijkheid brengen om als je VWO doet, ateneum, om er dan toch gymnasium van te maken door Grieks en Latijn toe te voegen aan je vakkenpakket. Eigenlijk hebben we dus simpel gezegd nu twee smaken, namelijk TTO gymnasium of ateneum. En dat worden er vier. Ateneum, gewoon VWO dus. Gymnasium, dat betekent alle lessen in het Nederlands met Latijn en Grieks. TTO, dat is een groot deel in het Engels zonder Latijn en Grieks. En TTO met gymnasium, je hebt veel in het Engels en je hebt ook Latijn en Grieks. Dat is een wijziging op het programma van de afgelopen jaren. De beslissing daarover hebben we genomen en we zijn nu nog wel heel hard aan het nadenken over de exacte invulling daarvan. En dan bedoel ik meer ook de technische mogelijkheden qua roostering, qua hoe kan dat allemaal. Ik kan vanavond niet antwoord geven op alle vragen daarover, want we zijn daar nog over aan het nadenken. Maar het is wel goed om dit vast mee te nemen in uw overweging. Stel je voor dat je wel het idee hebt, ik wil TTO, maar Grieks en Latijn, dat wordt wat zwaar. Dan gaan we daar de mogelijkheid voor geven. Wel is het zo dat het plan is, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar dat zeg ik er wel aan de voorkant bij, dat in klas 1 iedereen wel iets gaat doen met klassieke talen. Want je weet namelijk niet waar je voor kiest als je het ook nog niet gehad hebt. En je weet dus ook niet wat je niet kiest als je het niet gehad hebt. Vandaar dat we daar wel wat willen aanbieden. Ik kan me voorstellen dat daar best wel vragen over zijn. En die mag u echt stellen in de chat. Ik weet alleen niet of ik daarover nu een antwoord op heb. Dat zal de tijd leren. Wij hopen later dit jaar sowieso met alle leerlingen die aangemeld zijn voor VWO, TTO, gymnasium, even contact op te nemen. Om te zorgen dat we de goede informatie allemaal met elkaar delen. Ik heb een andere vraag. En die stel ik maar aan de jongens. Welke vakken krijg je in het Engels in klas 1? Nou, dat zijn er een heleboel. Natuurlijk Engels. Dat is eigenlijk best logisch. En vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, kerkgeschiedenis. En ja, en gym ook nog. Ja. Een aantal vakken. Dus krijg je er in de tweede nog wat bij? Of? Ja, dat blijft wel ongeveer een beetje hetzelfde. Ja. Ik krijg de volgende vraag binnen. Kun je ook alleen Grieks of alleen Latijn nemen? Ja, dat is een van de vragen waarop ik nu het antwoord nog schuldig moet blijven. Dat hoort allemaal nog bij het plan wat we aan het maken zijn. We moeten daar echt nog over nadenken wat nou precies de invulling wordt. Dat weten we gewoon niet. Dus ik kan nog geen ja of nee zeggen op die vraag of je alleen Grieks of alleen Latijn kunt nemen. Ik ga even kijken in de chat op mijn laptop of er nog meer vragen binnen zijn gekomen. Op dit moment zijn er nog niet meer vragen. Ik ga even kijken in mijn mailbox of daar dan misschien nog vragen in zitten. Nee, nog niet. Nou, heb je nog vragen? Stel ze gerust. We hebben het al gehad over de internationale dingen die niet doorgaan. We hebben het gehad over de loskoppelen van TTO Gymnasium. Dat was een van de belangrijkste punten van vanavond. We hebben het filmpje gezien, tenminste deels. Ik denk dat we qua verhaal wel een heel eind zijn. Hier. Meneer Baron, heb je nog wat aan te vullen? Nou, in die zin, ik zou zeggen, denk er goed over na. Als je iets twijfelt, zou ik zeggen, doe het gewoon, probeer het. Je hebt er ontzettend veel aan. Het is een enorme verrijking. Niet alleen dat je niveau Engels omhoog gaat, maar ook als je kijkt naar internationalisering, dat je je wereld gewoon letterlijk en figuurlijk verbreedt. Ook als persoon, je persoonlijke vorming. Daar is het ook ontzettend goed voor. Open-minded zijn, zeg maar. Goed weten in te spelen op actuele dingen. De achtergronden daarvan goed bekijken. Heel breed eigenlijk. Het is een enorme verrijking nogmaals om TTO te gaan volgen
Zodat je met andere culturen ook andere manieren van denken te maken krijgt. En daardoor ook naar jezelf anders gaat kijken. En jezelf ook anders plaatst in deze wereld, ook als christen. Dus ik zou zeggen, proberen als je het kan. Mooi, dank u wel. Omdat wat wij hier zeggen vertraagd bij jullie binnenkomt, dat heb je met een uitzending, komen er nu nog wat vragen in de chat. Dus ik ga nog even terug. Meneer Baron, ik stel hem aan u. Hoe kan ik mij voorbereiden op het Engels? Ja, een hele goede vraag. Exposure. Dat zou mijn vrouw hier, Engels docenten, die zou dat zeggen. Dat wil zeggen blootstelling. Dus documentaires bekijken. Boekjes lezen in het Engels. Sites bekijken in het Engels. Met name, iedereen heeft wel een hobby. En probeer juist van die hobby die je hebt te kijken of je artikelen in het Engels kan vinden. Zodat je over je hobby leest in een andere taal, waardoor je het toch snel begrijpt. Dus ik zal me op die manier gewoon voorbereiden. Veel luisteren, veel lezen. En als je even kan ook proberen te spreken met elkaar aan tafel. Kun je hele simpele dingetjes doen. Dus veel blootstelling. Ja, dankjewel. We hebben het gehad over excursies en iemand stelt hier de vraag, ga je in klas 1 ook naar een ander land op excursie? Ja, het simpelste antwoord is om te zeggen, door corona gaan we op dit moment natuurlijk helemaal niet zoveel op excursie. Maar voor klas 1 staan er geen excursies naar het buitenland gepland. Als alles weer zou worden zoals we hopen, dan komt dat pas later. Ik denk in klas 2 dat dat gepland staat. Kijk, nou begint de chat ineens vol te lopen. Dat is mooi. De vraag was net van een ander nog. Is het mogelijk of verstandig om je nu al voor te bereiden op TTO? En zo ja, hoe? Nou, dat antwoord heeft u net kunnen horen van meneer Baron. Ik krijg ook nog de vraag. Welke leerlingen kunnen TTO volgen en zijn daar voorwaarden aan verbonden? Om VWO te kunnen doen heb je natuurlijk een VWO-advies van je basisschool nodig. Maar dat geldt dus met TTO zeker. Je moet een VWO-advies hebben van de basisschool. Daarnaast gaan wij met alle leerlingen die TTO willen doen, gaan wij hier in gesprek. Dan komt er een dag dat je hier even langs moet komen. Dan zijn we met een paar TTO-docenten ontvangen we je. En dan gaan we met je een gesprekje voeren in het Engels. En dan verwachten we niet dat je natuurlijk vloeiend Engels spreekt. Want je komt hier om Engels te leren. Maar je moet wel een bepaald basisniveau hebben. Dat wordt op die dag bekeken door docenten die dat heel lang doen. En daar moet je voor een soort slagen. Dat is geen zware test natuurlijk, geen zware examen. Maar het is wel zo dat we willen kijken of je kennis genoeg is om te kunnen starten. Je moet een bepaald basisniveau hebben. En als je denkt, dat heb ik nog niet, dan is heel belangrijk wat meneer Baron net zei. Ga in de komende tijd, in de zomervakantie, ga Engels luisteren, ga Engels lezen om je woordenschat te vergroten. En dan komt het, denk ik, met die gesprekken best goed. De meeste leerlingen komen daar prima door. Even kijken of er nog meer in de chat staat. Komt er later dit jaar nog informatie over het loskoppelen van TTO en hoe komen we tot een keuze? Wij moeten het nog uitkristalliseren. Ik heb al gezegd dat ons plan wel is om elke leerling in aanraking te brengen met klassieke talen in het VWO. Om te weten wat voor een keuze je moet maken. Dus het zou kunnen zijn dat de keuze een tweetrapsraket wordt. Maar dat is nog niet besloten. Dat je voor klas 1 de keuze maakt, ga ik wel of geen TTO doen. En dat voor klas 2 de keuze gemaakt moet worden, ga ik wel of niet gymnasium doen. Maar daar zijn we echt nog heel hard over aan het nadenken. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel is natuurlijk duidelijk dat je voor klas 1 in ieder geval moet kiezen voor wel of geen TTO. Want dat begint gelijk vanaf dag 1. Dus die keuze moet sowieso gemaakt worden. Als alle aanmeldingen binnen zijn en de leerlingen zijn geplaatst, we hebben de adviezen van de basisschool, we hebben alles binnen, dan zullen wij contact opnemen met iedereen die een advies VWO hebt om hiermee bezig te zijn. En om dat met u door te nemen als ouders en daarover na te denken. En dan denk ik dat deze vraag vanzelf beantwoord kan worden. Ik kijk nog even verder.
moet je speciale schoolspullen kopen voor tweetalig onderwijs. Frederik, heb jij wat moeten bij ons moeten aanschaffen toen je in school kwam, omdat je TTO deed? Nou, voor TTO in principe niet. In principe niet. Oké. Dankjewel. We gaan nog even verder kijken. Het is mooi dat er gechat wordt. Ik denk dat ik de vragen die er nu zijn, allemaal al heb beantwoord. Ja, meer vragen heb ik op dit moment niet. Maar heb je er nog één? Zet hem in de chat op de site. Dan wachten we daar nog even op en dan kunnen we nog antwoord geven. Nou, meer komt er nu niet binnen. Dat geeft ook niet, want mijn mailadres heb ik al laten zien en ik zal hem nog even in beeld zetten. Dan kun je dat in ieder geval nog een mailtje naar sturen. Als je een mailtje stuurt naar dit mailadres, pi@vanlodestein.nl, dan komt daar antwoord op die vraag. Dat hoop ik dan ook snel te doen, vandaag, morgen of misschien begin volgende week, hoop ik dan ook antwoord op de vraag te geven. Dus stuur gerust een mail als u meer wil weten. De chat staat nu stil. We gaan deze uitzending afsluiten. En dan hoop ik dat een heleboel die van jullie gekeken hebben hier volgend jaar op school komen. Het cyber TTO, het cyber Atheneum, gymnasium, dat maakt niet uit. Overal hier op school bieden we van alles aan. Van harte welkom. En sterkte nog met groep 8, met de laatste weken. CITO's die nog komen misschien. En hopelijk tot volgend jaar.